waarvan 75 mensen de enquête hebben ingevuld. Dat is ontzettend veel. Dan internet. Gelukkig heeft bijna iedereen een internetverbinding thuis. Er zijn 5 mensen die het niet hadden. Toch nog 5 dus. Vrij hoog, 10 uur of meer per week. Wij zijn toch wel echt nog van de schriftelijke dingen, want alles wat krant en boek is en tijdschrift springt eruit. En als je de onderste bekijkt, eigenlijk speelt bijna niemand spelletjes. Als je het hebt over internet, dan gebruikt 41% de website van de bibliotheek 10 tot 20 minuten per week. Nou, dat vind ik heel netjes. Nou, dan kom ik tot de slotconclusie, of eigenlijk, ik vond het wel leuk om 23 dingen er toch even uit te lichten. De vraag was, heeft hij 23 dingen doorlopen? Het is 50/50. Zoals ik al zei, hebben wij Hans van Driel uitgenodigd van de Universiteit van Tilburg. En hij zal jullie een verhaal gaan vertellen over, het staat hier al in beeld, de bibliotheek in een digitale cultuur. Dit alles... Of hun vertegenwoordigers geven het kader waarbinnen je leeft en waarbinnen je op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En zo kan ik nog, nou, ik gaf al de Homo economicus, ik gaf Darwin. Je kunt mensen, dat zijn dan vaak, worden dan genoemd de discipline gekken, maar iedereen kan vanuit een bepaalde discipline natuurlijk naar de wereld gaan kijken. Moleculair specialisten kijken op een hele andere manier aan tegen. Maar dat is wel, en dat is zo mooi, dat is wel de wereld waar we in zitten, waar we in leven. Dat is echt een palet geworden aan. Het woord diversificatie, dat is ook zo'n woord, dat moet je onthouden. Het gaat om diversificeren en niet meer homo, sorry voor de moeilijke woorden hoor, maar niet homogeniseren. Niet meer alles voor iedereen hetzelfde. Een reglement maken voor Twitter is homogeniseren. Dat is zeggen van, iedereen moet dit doen. Maar, nog een keer, de wereld zit langzaam maar zeker niet meer zo in elkaar. Maatwerk is toch ook iets wat we ook in ons werk proberen te gaan doen. Niet meer alles voor iedereen, maar laten we eens kijken of we maatwerk kunnen creëren. En dan is het niet meer maatwerk voor de 5 profielen die we ooit hebben onderscheiden. Maar het mooiste is wanneer ook maatwerk een dynamisch begrip is. Wil gaat zeggen dus. Zie je het verschil tussen het vakmanschap in de oude situatie en de nieuwe? Wat is een vakman in de oude wereld en wat is een vakman in de nieuwe wereld? Nou, ik kan het nog veel sterker zeggen. Ik denk dat we teruggaan naar de oude wereld. De meester-leerling-verhouding was helemaal niet zo'n gekke verhouding. Dat was op een hele interactieve, kleine manier kennis delen. Wat heel anders is dan de monologen die we vervolgens... Vorige keer hebben jullie Hans van Driel gehoord, die een heel boeiend verhaal heeft gehouden over een mechanisch wereldbeeld, onder andere. Elementen daarvan zul je hopelijk terug kunnen vinden in de bijeenkomsten die nu nog gaan komen. De bijeenkomst vandaag zal vrij basis zijn. Ik denk dat er voor een aantal mensen hier veel dingen in zitten die al bekend zijn, althans dat hoop ik. Want Gea en ik hebben tijdens een van de andere vakmanschapbijeenkomsten ook al een stukje verteld over onze opleiding Mediacoach. En een aantal zaken daarvan zullen nu ook weer aan de orde komen. Alleen, we hebben er allerlei groepsopdrachten doorheen verweven, dus jullie zullen niet constant hoeven luisteren. Alles wordt afgewisseld met filmpjes, dus ik hoop gewoon dat jullie toch een redelijk ontspannen ochtend hebben en er een heleboel van opsteken. De bijeenkomsten die hierna nog komen, dat zijn er nog 2, daarin zullen jullie voornamelijk zelf aan het werk zijn. Licht heb ik weer teruggegrepen op de enquête die jullie hebben ingevuld. En heb ik een aantal tabellen uitgepakt waarin vragen gesteld werden over wat jullie zelf deden met nieuwe media. Nou, er was een kaars moet in de toekomst de specialist zijn. Hè? Mensen die komen met vragen, maar dat zijn vragen die ze zelf op internet of in databanken niet terug kunnen vinden. En de bedoeling is dat een bibliothecaris dat dus wel kan. En hoe specifieker die vraag is, ja, hoe dieper je moet kunnen zoeken, hetzij in Google, hetzij in databank of iets anders. Vandaar dat wij die databanken nog een keer aan de orde stellen. We gaan zitten. Jullie krijgen van mij papier en pen. En dan kun je in principe aan de slag. We hebben ongeveer een half uur à 3 kwartier de tijd. Dus ik zou zeggen, ga gezellig even achter de computer zitten met z'n...
of ze hebben van externe, dat weet ik niet, of zo externe. Zoals je als bibliotheek sowieso, hè, voor alle mensen in de bevolking en alle onderwerpen. Er zijn al een aantal die worden door de auteurs zegt, die worden al dusdanig beperkt. De toekomst eigenlijk gaat met het bibliotheekwerk. En nou ja, ik hoop jullie daar met deze bijeenkomst vakmanschap en mediawijsheid ook enigszins van doordrongen te laten zijn dat we er ook echt over moeten nadenken waar we naartoe gaan. En nou ja, dit was het eerste en ik zie dus dat er inderdaad heel veel vragen oprijzen, meer vragen als antwoorden eigenlijk. En dat is dus eigenlijk ook alleen maar goed, want ja, dat wil gewoon zeggen dat we ons wel realiseren dat er dus heel veel gaat veranderen. Wie heeft zichzelf op één gezet? Wie vindt zichzelf heel mediawijs? Kijk, daar zijn er twee. Wie heeft zichzelf op twee gezet? Is neutraal? Er zijn er best wel veel, dat is meestal, hè? De meeste worden al die nul. Ja, en wie vindt zichzelf helemaal niet mediawijs? Oh, gelukkig. Nou, daar valt wel weer mee. Nou, er zijn er toch een heleboel die een 3 hebben gegeven. Dus dan wil dat toch wel zeggen dat deze bijeenkomsten niet voor niks zijn. Wat is mediawijsheid? Dat zijn alle kennis en vaardigheden en mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen. En waarin media een bepaalde hoofdrol spelen. Nou, kom maar. Nou, dit is mijn favoriete plek in de bibliotheek. Ja, dan gaan we eens eventjes kijken. Dank u. Ik kies de achter. Voor de vakantie een boek over... Het is spannend. Wat? Ja, dat klopt. En dit is hier in de bibliotheek. Deze leestipskast die bestaat 5 jaar. Laten we dan even het onderwerp vertellen. Waar gaat u bijvoorbeeld heen op vakantie? Of naar Italië? Dames en heren, digitale verbindingen in openbare bibliotheken hebben niet altijd een filter. En daardoor is het eigenlijk mogelijk voor iedereen, dus ook voor kinderen, om naar geweld en porno te kijken. Maar goed. Ja, dit neem je wel handig mee, hè? Ja, qua gewicht, deze weegt ongeveer 750 gram. Ik bedoel, met een Apple kan je ook al heel veel, zeg maar. Je zou leuk zijn als alles geïntegreerd is. Ik verwacht wel dat... Kan je helemaal inhouden? Oh ja. Moeder niet, haar vader niet en haar vriendinnetjes in de klas ook niet. Wij zijn een geheimje opgevangen. Hoe het werkt. Het is eigenlijk een boek met witte pagina's erin. Dat boek moet je aan- en uitzetten. Het is de aan- en uitknop, die zit er gewoon op. Nou, wat je knop kun je indrukken en als lampje gaat branden kun jij daar zelf je tekst in spreken. Je kunt dus een gedichtje inspreken, je kunt een heel ander soort tekst inspreken. Ik was een meisje met heel veel knuffels. Iedere avond voordat ze ging slapen, wel een grote wens. Behalve alle knuffels wilde ze zo graag een echt hondenboek. Nou, dan willen we eigenlijk nog eventjes afsluiten met een compilatiefilmpje. En ik heb voor jullie... Ik hoop inderdaad dat het heel leerzaam is geweest en dat jullie met een goed gevoel weer weggaan. En zoals ik al zei, we laten het nu niet hierbij, maar we gaan er zeker nog een vervolg aan geven en zorgen dat jullie in ieder geval regelmatig op de hoogte gehouden worden. En hoe neem je nou afscheid van de cursus? Tot de volgende keer. Ja, zwaai of zo, weet ik.